Ja, en een nieuwe vormgeving en natuurlijk een nieuwe planning, want er zullen video's verdwijnen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Emergency 3. Want ja, we hebben de 50 duimpjes omhoog behaald. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Klopt. Er zijn twee meldingen. En normaal moet hier zo'n box boven zijn. Hierboven, maar ik kan het niet vinden. Oei. Het was sowieso ergens... Ah, hier is een auto gestolen. Heel spannend. En waarom we deze video doen? Ah, die is toch het spel al uit. Lekker laten doen. Dimitri, er is nog een reden waarom we... Emergency 3 doen. Oh ja, we gaan iets bekendmaken. We gaan iets helemaal bekendmaken. En je hebt er misschien al wat roddels en geruchten en alles over gehoord, maar... We gaan een nieuwe vormgeving bekendmaken en een nieuwe planning. Precies. We gaan... Game Channel gaat vanaf maandag op de schop. Ja, in principe dinsdag is dan de eerste video. Maar eigenlijk vanaf die nieuwe week. Ja, we krijgen een nieuwe vormgeving. Dat betekent een nieuwe banner, nieuwe intro, nieuwe outro. We gaan minder uploaden en op andere dagen. En we gaan onze video's, zoals je misschien al een beetje misschien in onze video's gezien hebt, dat we alles ietsje strakker maken. Dus kijk, normaal hebben we video's van een half uur, maar er zit er echt hele lange stilte zeg maar in. En dat gaan we proberen ook aan te pakken, dus dat je in plaats van een half uur video, dat je dat gewoon wat je dan normaal krijgt, gewoon in 20 minuten al kan zien. Veel beter. Ja, hoef je niet te wachten op die lege stukken waar we niks zeggen. Nou ja, precies. En waar niks gebeurt. En dat scheelt je dan gewoon al 10 minuten. Dus ja, dat gaan we sowieso doen. En ja, en een nieuwe vormgeving en natuurlijk een nieuwe planning, want er zullen video's verdwijnen. Klopt. En welke video's gaan verdwijnen, Victor? Emergency 5, Emergency 3, Emergency gaat er helemaal uit. We gaan het misschien af en toe nog wel een keer een special of zo tussendoor doen. Maar het komt niet in de basisplanning. De basisplanning gaan we echt strakke video's. En echt gewoon goed, dat, want ja, 5 video's of 7 video's, dan kunnen we niet altijd de kwaliteit garanderen. En van 4 video's wel. Dinsdag gingen we Minecraft. Gaat van vrijdag naar donderdag gaat Train Simulator. Op zaterdag gaat binnenkort, maar dat is pas niet in de maand mei. Of maand maart, sorry. Maar vanaf april dan gaan we GTA 5 doen op zaterdag. Farming Simulator op zondag. We gaan dinsdag, donderdag, zaterdag, zondag gaan wij uploaden. Dan gaan wij proberen de games zo hoog mogelijk kwaliteit te houden. Dus vanaf volgende week helemaal op de schop. En dan denk je van, hè, een oplettende kijker die zal het misschien wel denken. Maar dan hebben jullie binnenkort één maand dat jullie geen GTA 5 hebben. Want GTA komt eind maart pas uit. Daar hebben wij ook aan gedacht. Tot die tijd gaan wij Need for Speed spelen. Ja, inderdaad. En misschien gaan we multiplayeren. En misschien nog wat extra andere video's. Maar tot die tijd gaan wij andere, ja, Need for Speed, wat andere video's gaan we dan games nog doen. Heb je een suggestie, laat dat ook gewoon weten in de comments. En dan vanaf, zullen we zeggen april, dan kunnen we GTA 5 eindelijk gaan doen. Misschien wel net iets eerder, misschien wel laat, maar ongeveer rond die tijd. Ja, dus GTA 5 is natuurlijk al uit op de PlayStation, Xbox. Maar op de computer komt die binnenkort dus uit en die gaan wij spelen. En mag ik ook nog wat bekendmaken van de vormgeving? Ja, dat is goed. De kleur wordt niet meer rood, maar het wordt blauw. Een zekerende kleur. Ja, precies. En we hebben ook we hebben wat de previews gezien, want hij is bijna af, de vormgeving. Klopt. In principe is hij eigenlijk al van 90% is alles klaar. En we hebben previews gezien en geloof mij, wij vinden sowieso dat het eruit springt met andere YouTube-kanalen. Inderdaad. Ja, we hadden dat niet verwacht dat gemaakt zou worden. Maar dat hebben we dus wel in principe. Dus nou, dat is wel hartstikke vet in principe. Misschien vindt de kijker het lelijk. Ja, nou, maar als we zelf weten. Maar wij vinden het mooi. Ik denk ook over het algemeen dat het wel goed zou scoren. Ja hoor, pickpocketing. We hebben hier... Ja, deze week is ook de uitslag van de giveaway. Oh ja, er loopt nog steeds een giveaway tot met zaterdag. Je kan nog heel even op reageren. We maken zaterdag. Zaterdag maken we de uitslag bekend. Wie weet heb jij wel die trein gewonnen. Ja, precies. On my way. Ja, er zullen wel heel veel mensen jammer vinden dat Emergency eruit gaat. Ja, je krijgt een hoop andere dingen voor terug. Dat sowieso. En ik denk ook dat GTA... Ik denk dat dat verschrikkelijk goed... dat jullie dat verschrikkelijk leuk gaan vinden. On the way. Inderdaad. Want we gaan dat natuurlijk ook in trollen. En... Uiteraard natuurlijk. We zijn daarvan, hè, van trollen. Precies. Ga je nou menen dat dit niet gaat lukken? Kijk, hoppakee. De arrestatie wordt verricht. En we hebben gelijk een nieuwe melding. En ja, je vraagt je misschien af, waar zit ik? Want ja, normaal is de achtergrond anders. Nou ja,
Ik zit voor een greenscreen. Maar ja, we wouden het eerst wegfilteren achter mij. Alleen ja, de belichting is niet helemaal goed. Dus ja, moet ik nog een keer naar kijken. Maar ja, waarschijnlijk gaan we het ook niet wegfilteren. En haal ik nog een andere achtergrond. Misschien een beetje een blauwe achtergrond. Want ja, dat is ook de nieuwe vormgeving. En dat past er wel een beetje bij. Ik zie hier ook nog iets oranjes. Maar ik weet niet wat dat is. De zekerheid sturen even een ambulance. We're on our way. On the scene. En een politie. Ik weet niet wat hier aan de hand is. On the scene. Oh, een brand. We're on our way. Brand? Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Ik denk ik stuur gewoon de politie en de politie en de ambulance, zodat we goed zijn. Maar er is een brandje. On my way. Waarom deze politie nou weer hier staat, dat is me ook een raadsel. Ja, waarom? Je vraagt je misschien af waarom gaat emergency eruit? Ja. Het is zo eentonig om naar te kijken. Elke week weer hetzelfde bijna. Weet je wat het is? Kijk, Emergency 4 zijn best wel veel mods van. En er komen gewoon geen mods uit. Dus dan wordt het gewoon echt heel saai om naar te kijken. En dat willen we niet hebben. We willen de kwaliteit gewoon hoog houden. En Emergency 3 denk ik, ja, dat ziet er leuk uit en het scoort goed. Ja, klopt. Maar dat is nu nog. En ja, het moet wel speciaal blijven ook. Ja, je kan wel elke week de Helmond mod gaan spelen. Maar ja, daar raak je ook op uitgekeken. Klopt. Copy. Ja, Emergency 5, Berlijn, Keulen, steden hebben we allemaal al een keer gehad, dus ja. On the way. Ik snap alleen niet waarom het allemaal zo... Ja, dat is nog ouderwets natuurlijk, sorry. Working on it. Het gaat al wel wat beter met de keelpijn, heb ik het idee, hè Victor? Ja, klopt. Ja. Is er echt nog keelpijn? Ja, dat heeft een reden dat het beter gaat. Oh, vertel. Nou, ik weet niet of je dat kent van die, dus van die drank en dan okay. Ik heb toevallig hier staan, dropshot heet dat. Ja. Geen 18, geen druppel. Als je dat neemt, ja, het is verschrikkelijk zoet. Maar het is wel lekker en als je het neemt, krijg je keelpijn. Dat is echt... Je wordt er wel een beetje bezopen van, heb ik het idee, toch? Nou, ja. Kijk, het ligt aan hoe snel je die fles opzuipt natuurlijk en hoe gevoelig je voor alcohol bent. Ik snap alleen niet waarom die brandweerwagens hier niet uitkomen. Dat vind ik heel apart. Ik denk dat ik het al wel weet. Volgens mij, hier staat die brandweerauto. Ja, zie je, volgens mij moet hier... Ja, zie je wel, hier moet een ding gelegd worden. Dat dacht ik al. Kan dat anders echt niet? Nee, dat dacht ik al. Wacht. Dan denk je van, hé, waarom kan die brandweer er nou niet overheen? Maar, let op, kijk en zie. Deze. Gaan we deze oproepen. En dit is namelijk een soort voertuig en dat doet een soort blokken neerleggen en dat kan je dan een soort van brug maken of zo. Een brug over het water? Ja, klopt. Ander. En ik hoop dat we nog wat centen hebben. Nee, jammer, dat gaat niet lukken. Ik denk dat het niet over een rivier gaat. Nee, een klein bruggetje, een klein watertje. Een slootje. Wordt die soort blokken erover. Ik zal het zo wel laten zien. Ik heb in ieder geval echt heel veel zin in die nieuwe vormgeving. Volgende week, hè? Ja, zeker. Dinsdag dus, de eerste video om 4 uur. Maandag niks. Wat zei je? Maandag niks. Nee, dat blijft er ook een beetje regelmaat in. Dan worden jullie ook maar doodgespamd met video's. Ja, net als deze week. Ja, net als deze week. Oh, dit is echt vet handig, joh. Er was een brandmelding en er stond toevallig een brandweerwagen te wachten, zeg maar. Of... Nee, die stond er eigenlijk nog. Je hoort het helemaal niet meer te staan. On the way. Alleen, ik wacht tot dat gele ding nou eens een keertje komt. Want dit gaat nou niet echt snel. Kijk, dat is 1. Brandweerwagen klaar. Zo, dat is 2. En dat is 3. En nou moeten we eindelijk die brand aan kunnen pakken als die nog niet mislukt is. Ja hoor, kijk. Zo. En... Oh nee, hier. Nee, ach, dat meen je niet. Hij is net uitgebrand. Oei. Nou ja, dan gaan we weer alles weer terug. Looking good. On my way. On my way. On the way. On the way.
Here we go. We're on our way. On the way. On the way. On my way. Kijk. Een nieuwe melding. En dit is gelijk een spannende melding. En een spannend muziekje. En tot die tijd een spannend muziekje. On the scene. On the scene. Ja, het valt natuurlijk ook op bij Emergency, zeggen we ook altijd zo weinig. Ja, klopt. Ook wel een beetje saai. We moeten net zoals Minecraft een onderwerp hebben eigenlijk. Ik heb daar alleen niet zoveel tijd voor, want als het... Kijk, nu is het nog wel te doen, maar... On the way. Ja, we hebben ook nog een speciale gast bij de GTA-aflevering aan het begin. Ja. Dat is een ander YouTube-kanaal, de Gamecraft HD. Die gaat dan een paar afleveringen mee doen met de GTA-afleveringen. Even kijken, we hebben een volgende melding. En dat is een medical emergency. We hebben niet echt veel succes vandaag, de melding in ieder geval. Jammer. Rustig dagje voor de brandweer. Nou ja, rustig. Rustig niet per se, maar gewoon niet veel goede geslaagde meldingen. On my way. You bet. Working on it. On my way. On my way. On my way. Nou Dimitri, ik denk dat het een mooi eind is voor de video. Denk het ook, wou net zeggen. We hebben in ieder geval kunnen... We hebben op de achtergrond een beetje emergency kunnen doen en kunnen vertellen wat we kwijt willen. Wees er zeker bij dinsdag vanaf 4 uur. 4 uur, de vaste datum. Datumtijd. Ja, precies. 4 uur, dinsdag, donderdag, zaterdag, zondag. Vond je nou een leuke video? Geef dan een duimpje omhoog en vergeet hem ook zeker niet te delen. En vergeet ook zeker niet te abonneren, dan... Want de video's worden alleen maar beter. En dan zeggen wij, zoals altijd aan het einde, doei!